Hey, dit is Blue Shark. Ik heb weer een mooi dorp tegengekomen om te farmen. Ik kijk eerst al met een kobold of er troepen zitten in het klankkasteel en er komt niets uit. Dus dan kunnen we beginnen met aanval. Ik start hier in het zuidoosten, omdat hier de luchtafweer staat. Ik drop eerst mijn reuzen en een paar muurbrekers. En in de tweede rij de boogschutters, zodat die buiten schot blijven. De reuzen wil ik zo snel mogelijk richting luchtafweer. Ik drop nog een heel spel, zodat ze zeker allemaal in leven blijven. We boogjes ruimen het stadhuis al op en de eerste mijnen. En zometeen drop ik mijn eerste healers, zodat die mijn reuzen onsterfelijk kunnen maken. Oeh, en er lag een reuzenbom aan de mijnen. Ik hoop wel dat snel mijn healers naar mijn reuzen gaan, in plaats van mijn barbaren te healen. Links staat nog één luchtafweer, maar dat is nog ver weg, dus wij kunnen we nog wel even voort. De reuzen vangen de meeste klappen op. Er is al één healer naartoe gegaan. En de reuzen verzamelen zich terug, dat is goed. Ik heb ze liefst in één groep. En nu lijkt ze wel onsterfelijk. De boogjes ruimen de buitenzijde van het dorp op. De meeste klappen moeten de reuzen vangen. De mortier blijft op de reuzen schieten, dus dat is wel goed. Dan blijven de boogjes buiten schot. Ik heb ook nog één tovenaar die mee aan het schieten is. De boogjes gaan voor de elixirtank, dat is mooi. Daar zit ook nog een hele hoop elixir in. En nu is het meeste al wel geplunderd. De tovenaar gaat voor de duistertank. Dat is ook mooi. En de reuzen die blijven verder schoten vangen. Zodat mijn tovenaar nog even in leven blijft. Mijn healers zijn dood. Maar geen probleem. Het meeste is geplunderd. Ik ben tevreden met deze aanval. De tovenaar is nog met de goudkluis bezig. Maar er zit zo goed als niets in. En we hebben 66%. 2 sterren.